Papi, sprak de rechercheur en greep de zakkenroller in zijn kraag. Nou, ik was geen zakkenroller en helemaal geen papi, maar toch hadden ze mij in mijn kraag gepakt. Ik werd ervan beschuldigd een sigarettenverkoopstertje, Laura Corral geheten, uit de circulatie verwijderd te hebben. En ik moet zeggen, het zag er inderdaad lelijk voor mij uit. Het slachtoffer had zich verstopt in de flat van haar vriendin. Daar had ik haar opgezocht en terwijl ik in de hal stond te wachten tot zij zich even een beetje had opgeknapt, werd zij doodgeschoten. Toen de politie vlak daarna tot de conclusie kwam dat er op dat ogenblik behalve ik en het slachtoffer niemand anders in huis geweest kon zijn, ontfermde zij zich onmiddellijk over mijn eerder vermelde kraag. Alsjeblieft, dank u wel. Om de zaak helemaal mooi rond te maken vond de politie ook het moordwapen nog. En wel in mijn hand. Er ontbraken 3 patronen uit het magazijn. Laura Corral was vermoord door 3 kogels van het kaliber 7,65. Zou u mij nu misschien kunnen vertellen hoe ik het de heren had moeten duidelijk maken dat ik niet die fatale schutter was geweest? Ik legde inspecteur Kater uit dat ik helemaal niet op mijn eigen houtje naar Laura Corral was gegaan, maar gestuurd werd door Scotland Yard. Om precies te zijn, de brigadier Goodman, die mij in een illegale speelclub had aangesproken en mij daar ook dat pistool had gegeven. Maar mijn ellende was kennelijk nog niet groot genoeg. De inspecteur liet informeren bij de personeelsafdeling van Scotland Yard en vernam dat men daar geen enkele brigadier Goodman kende. Nou, dat ontbrak er nou nog maar net aan. En terwijl de inspecteur zich onledig hield met het verder bijeengaren van broodkruimelen, afkomstig van de dis des misdadigers, liet hij mij achter in de hoede van mijn bewakers en ten prooi aan mijn gepeinzen. De middag verliep heel rustig. Ik kreeg wat te eten, daarna thee en ook bezoek. Ziezo, Mr. Cox. Lekker dutje gedaan. Mooi zo. Dat kan nooit kwaad. Dat is heel goed voor de gezondheid, zeg ik altijd maar. Wat denkt u dat ik kom doen? Weet ik veel. Me gezellig een half uurtje bezighouden. Miss Poes. Maar laat ik uw geduld niet langer op de proef stellen. Er is iemand voor u. Aan je toon te oordelen zou ik zeggen, er zijn 2 mogelijkheden. Het is of het kerstmannetje of de paashaas. Weer mis. Maar toch geloof ik dat u ervan op zult kijken. Echt eerlijk. Maar laat me nou eens even zien. Bent u wel helemaal netjes? Ja, uw pak zit keurig. Haartjes gekamd. Ja, en ik heb ook geen vuile nagels. Hou alsjeblieft op met het idiote gedoe. Laat die meneer binnen. Nou, is dat dan bedankt dat ik mijn best doe een beetje humaan op te treden? Nou ja, dan moet u het zelf maar weten. Daar komt u trouwens al. Komt u binnen, meneer. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, sir. Ik zou Mr. Cox graag onder 4 ogen willen spreken. Natuurlijk, sir. Zo, u bent dus Mr. Cox. Inderdaad, ja. U verwondert zich misschien over mijn bezoek. Mijn naam is Arthur Heller. Wat? Toch niet de bekende rechtsgeleerde Arthur Heller? Ja, dat klopt. Ik interesseer mij voor uw zaak. Werkelijk? Dat zal niet dikwijls voorkomen, hè, dat u zelf naar cliënten op zoek gaat. Inderdaad, het is nog nooit voorgekomen. Ook nu niet. U staat er tamelijk hopeloos voor, is het niet? Ja. Ik was de enige op de plaats van het misdrijf en ik had het wapen waarmee de moord gepleegd is in mijn bezit. Dat weet ik. Ik heb inzage gehad van de stukken. Ik ben ook op de hoogte van brigadier Goodman, die blijkbaar niet schijnt te bestaan. Maar hoe onwaarschijnlijk het u misschien ook in de oren klinkt, ik heb Miss Corral niet vermoord. Dat weet ik ook. Wat kunt u te uw verdediging aanvoeren? In de eerste plaats dat ik het slachtoffer niet kende. Ik had haar nog nooit van mijn leven gezien, behalve in die fatale nacht. Ik heb dus geen enkel motief. En dat heeft men toch meestal wel wanneer men een moord pleegt, vindt u niet? Inderdaad, hoewel... Maar goed, ik ben bereid uw zaak ter hand te nemen. U hoeft alleen deze volmacht mij te ondertekenen en al het andere gaat verder automatisch. Sir Arthur, zou u zo vriendelijk willen zijn om mij eens goed te bekijken? Hoezo? Maak ik de indruk van een miljonair? Nee. Waarom? Omdat ik niet geloof dat ik mij een advocaat van uw kaliber kan permitteren. Dat geloof ik ook niet. Maar u heeft zich ook niet tot mij gewend, maar ik mij tot u. Maakt dat enig verschil? U hoeft zich geen zorgen over mijn declaratie te maken. Die krijgt u niet. Zou u mij dat misschien kunnen uitleggen? Liever niet, want ik heb nog een heleboel te doen. Een ander keertje misschien.
U hoort in ieder geval heel gauw van mij. Als u nu hier even wilt tekenen. Nou, we leven wel in een vreemde tijd tegenwoordig. Zelfs in de cel blijven een mens verrassingen niet bespaard. Ik zou u zo 100 lieden kunnen opnoemen die dolblij met zo'n verrassing zouden zijn. Dat geloof ik graag, Sir Arthur. En 1 van die 100 ben ik. Nou, Collins, heb je nog nieuws? Jazeker, inspecteur. Deze brief hier, die is van Laura Correll. Hij is gisteravond op de jacht afgegeven. Miss Correll hebt hem aan het betreffende politiebureau geadresseerd en daardoor krijgen we hem nu pas. Laat eens kijken. Meneer heren, sinds enige tijd was speel ik met de gedachte mij met de politie in verbinding te stellen. Maar nu zijn de omstandigheden voor mij zo ondraaglijk geworden dat ik echt geen andere uitweg meer zie. Ik moet u op de hoogte stellen van enkele feiten die voor u van het grootste belang zijn. Daarom verzoek ik u zo spoedig en onopvallend mogelijk contact met mij te willen opnemen. Mijn adres is Bellington Road 16, ten huize van Mrs. Irene Rutherford. Laura Correll. Brigadier Potter heeft intussen al een geniale inval gehad. Hij heeft die brief van onze grafologische expert laten zien en die heeft hem vergeleken met andere brieven van Miss Correll. En? Er is geen enkele twijfel mogelijk. Die brief is door haar geschreven. Laura Correll had dus ernstige moeilijkheden. Hetgeen ook klopt met de verklaringen van verschillende betrokkenen die allemaal hebben gezegd dat zij de laatste tijd een volslagen andere indruk maakte. Gedeprimeerd was en ergens bang voor scheen. Ja, ze zat op de een of andere manier in de penarie. En niet zo'n klein beetje. Wij weten nu ook hoeveel zelfoverwinning het haar gekost heeft om zich tot de politie te wenden. Als we nu maar ergens een aanknopingspunt hadden, wat voor soort moeilijkheden ze had. Tja, nou, zou die in ieder geval haar dood te gevolgen. Er blijkt nog iets uit die brief, Collins. Ze verzocht ons iemand te sturen en verwachtte dus blijkbaar iemand. Dat klopt eveneens met wat Cox tijdens zijn verhoor verklaard heeft. Heb je zijn proces verbaald, hè? Ja, dat was mij ook al opgevallen, inspecteur. Ik heb de betreffende passage al onderzocht. Hier is hij. Merci. Ik trof Laura Correll in de flat van Mrs. Rutherford. Eerst wilde ze niet open doen. Ze informeerde van achter de dichte deur of ik van de politie kwam. Ik antwoordde bevestigend, waarop ze opendeed. Misschien wist Cox van die brief af. Hoe kon hij dat? Ze heeft me gisteren op de post gedaan en toen was hij in Ellingham. Ja, beweert hij. Nou ja, dat zullen we morgen wel nagaan. Voor vandaag vind ik het welletjes. Jawel, inspecteur. Wat heb je daar nog? Oh, niets bijzonders, inspecteur. Een inventarisje van de fouillering van Cox. Die wilde ik in het dossier leggen. Laat eens even kijken. Alsjeblieft. Er staat niets bijzonders op. Sleutelring met sleutels, aansteken, rijbewijs, paspoort, 540 pond, 18 shillingen. Is er iets, inspecteur? Niets bijzonders, zei je, hè? Ja, hoezo? Man, wat mankeert nog om onomstotelijk te kunnen bewijzen dat Cox die moord gepleegd heeft? Maar niets eigenlijk. Dat wil zeggen hoogstens zijn motief. Juist. Nou, ik begrijp niet goed waar u heen wilt, inspecteur. Dat hoeft ook niet. Ik heb je niet meer nodig, Collins. Ga jij maar naar huis. En u? Ik? Dat is ook een domme vraag. Ik ga natuurlijk nog even een babbeltje maken met onze vriend Cox. Het was al laat op de avond toen de inspecteur bij mij in mijn cel kwam. Hij maakte de indruk alsof hem zojuist de Nobelprijs was toegekend. Uitermate zelfbewust en een heel klein beetje meewarig jegens alle gewone stervelingen. En toen hij mij grootvaderlijk minzaam een sigaret aanbood, wist ik dat hij over voldoende munitie beschikte om mij volledig in de grond te boren. Je vertelde ons een verhaal over een zekere brigadier Goodman, Cox, die jou op Laura Correll zou hebben afgestuurd. Ja. Je weet dat er bij Scotland Yard geen brigadier Goodman bekend is. Helaas, ja. Toch blijf je bij dat verhaal? Ik zou niet weten wat ik u anders zou moeten vertellen. Hij heeft zich nou eenmaal zo aan mij voorgesteld. Goed. Waar heb je hem ontmoet en onder welke omstandigheden? Dat heb ik u toch al verteld? In Illingen, in een speelclub daar. Ben je al lang lid van die club? Helemaal niet. Ik was er gisteren pas voor de eerste keer. Als introducee van een jonge dame die ik in het hotel heb leren kennen. Heeft zij Goodman ook gezien? Natuurlijk. Hoe heet die jonge dame? Tja, als ik dat wist. Ik heb het haar natuurlijk wel gevraagd, maar het is een hoogst eigenaardig wezentje. Knap, jong, vol fantasie en grillen. Zij beschouwt het als een wezenlijke voorwaarde voor vrije persoonlijkheidsontwikkeling zichzelf zo te noemen
als volgens haar bij haar stemming past. Gisteren, bijvoorbeeld, heette zij Esmeralda. Cox, we zijn allebei geen kinderen meer. Je zou me een groot plezier doen als je me niet zo'n onzin vertelde. Ik kan er niks aan doen, zo is het nou eenmaal. Goed, goed, goed. Dat is dus de tweede grote onbekende. Ik moet je zeggen, je verhaal begint hoe langer hoe geloofwaardiger te klinken. Ik ben geroerd dat u het zo opvat. Cox, gisteravond hebben ze bij de fouillering meer dan 500 pond en contant in je portefeuille aangetroffen. Nou, en? Heb je altijd zoveel geld bij je? Nee. Waarom nu dan wel? Hoe kwam je eraan? Van Brigadier Goodman gekregen. Wat aardig van hem. En waarvoor? Het was bestemd als honorarium voor mijn bemoeien en onkosten. Per slot van rekening moest ik een opdracht van Scotland Yard uitvoeren. Je hebt Goodman natuurlijk een kwitantie voor dat bedrag gegeven. Nee, die wilde hij niet hebben. Ah. En desondanks wil je mij werkelijk wijsmaken dat jij die Goodman voor een politieman van Scotland Yard hebt gehouden. Waarom niet? Mijn beste Cox, je weet net zo goed als ik dat geen enkele politieman in Engeland je ooit een bedrag in geld zal uitbetalen zonder daarvoor een kwitantie terug te vragen. En daardoor weten we nu ook het motief voor die moer. Jouw motief, Cox. Tja, dan moet ik u feliciteren waarschijnlijk. Ik vind dit geen zaak om grapjes over te maken. Ik geloof inderdaad dat die Goodman jou die 500 pond heeft gegeven. Maar zijn opdracht luidde dat jij Laura Correll daarvoor moest vermoorden. Wat? U denkt toch zeker niet dat ik een beroepsmoordenaar ben? 500 pond is geen kattendrek. Nou ja, nou wordt hij helemaal mooi, inspecteur. U kent me toch? U moet toch weten dat ik zoiets nooit zou doen? Nee. Natuurlijk vond ik het zelf meteen ook al verdacht dat hij geen kwitantie hoefde te hebben. En op hetzelfde ogenblik begon ik ook te vermoeden dat er ergens een addertje onder het gras zou blijken te schuilen. Maar u moet mij goed begrijpen, inspecteur. Ik wilde erachter zien te komen wat dat precies voor een addertje was. Daarom heb ik het spelletje meegespeeld. Ik heb hier en daar eens geïnformeerd bij mensen die Laura Correll gekend hebben. Ze vertelde allemaal dat ze de laatste dagen bang is geweest. Vreselijk bang. En van haar vriendin hoorde ik voor wie zij bang was. Voor een man die Goodman heette. Nee. Jawel. Ze wist dat die Goodman het op haar leven gemunt had. En jij was zijn werktuig, Cox, of zijn medeplichtige, of hoe je dat zelf wilt noemen. En over de draad ermee. Vertel me alles wat je over die Goodman weet. Want je kent hem natuurlijk al een hele tijd. Je weet dat hij geen politieman is. Dat heb ik vermoed, ja. Maar ik zweer u dat ik het niet zeker wist. Ik heb hem gisteren pas leren kennen. Ja, ja, zogenaamd in een speelclub in Ingelum. Waar je zogenaamd geïntroduceerd werd door een jonge dame die haar naam niet wilde zeggen. Dat verhaal ken ik nu zo langzamerhand wel. Allemaal verzinsels. Direct ga je misschien ook nog vertellen dat je het adres van die speelclub niet meer weet. Of wel soms. Nee. Alsjeblieft. Laura Correll was dus bang voor Goodman? Dat zei ik, ja. Ja, die moet u zoeken, inspecteur. Goodman moet u zoeken. Want hij is de enige die bewijzen kan dat mijn verhaal niet gelogen is. Dat zou moeilijk gaan zolang jij tenminste blijft weigeren mij te zeggen waar ik hem vinden kan. Daar heb ik geen flauw idee van, verdorie nog aan toe. Maar misschien weten ze dat in die speelclub. Waarvan je het adres ook niet meer weet. Maar ik kan u er wel heen brengen. Ik weet het adres weliswaar niet, maar dat huis weet ik beslist terug te vinden. Vast. Oh ja? Ja. Ik hoop dat je weet wat je daar zegt, Cox. Het zou namelijk wel eens kunnen dat ik je aan je woord hou. Goeienacht. Goedenavond. Goedenavond. Verbaast u zich over mijn bezoek? Ach, ik verbaas me nogal graag. Het is al laat en u kent mij niet. Maar ik kwam toevallig voorbij en ik zag nog licht branden. U bent toch Mr. Richardson? Inderdaad. De privédetective. De privédetective, ja. Mooi. Mag ik eventjes binnenkomen? Natuurlijk, natuurlijk. Weet u, als kind heb ik er altijd al op gevlast eens een echte privédetective te ontmoeten. Dat vind ik zo'n geweldig beroep. Als ik een man was en mijn brood moest verdienen, was ik beslist ook privédetective geworden. Ik ben helaas rijk en hoef dus mijn brood niet te verdienen. En een man ben ik ook niet. Wat het laatste punt betreft, daar hoeven we gelukkig echt geen meningsverschil over te krijgen. Moet ik dat als een compliment opvatten? Ik zou het in uw plaats rustig zo opvatten. Gaat u dan maar door. Ik ben dol op complimentjes. Waar gaat u dan eerst eens zitten? Mag ik u een drankje aanbieden? Heeft u crème de menthe? Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Zoekt u dan maar niet verder. Ik drink namelijk alleen maar crème de menthe. De meeste mensen hebben het niet in huis. Ik ben eraan gewend. Gek. In onze kringen drinkt men nooit crème de menthe.
Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik ze drink. Dan moet u niet lachen, maar hier staat inderdaad nog een fles. Oh, hij is half leeg. Waarschijnlijk is mijn werkster er ook een liefhebster van. Alsjeblieft. En dank u. Proost. Proost. Oh ja, die is lekker. Vertelt u me nu maar eens wat ik voor u doen kan. Oh, stelt u zich daar niet te veel van voor. Ik ben geen klant. Of opdrachtgeefster, of hoe u dat ook noemt. Cliënten. Ik kom eigenlijk meer met een privéverzoek. Laat u maar zo, hè. U bent toch een goede vriend van Paul Cox, is niet? Oh, ja, dat klopt. Nou, dat klinkt ook niet erg enthousiast. Is dat een wonder? De duivel mag weten hoe die kerel het voor elkaar krijgt. Eindelijk verdwaalt er dan eens een beeldschoon meisje in mijn flat, maar voor ik ook maar één charmant lachje weet te produceren, moet ik alweer horen dat ze voor Paul Cox komt. Kent u er dan zoveel? Van die beeldschone meisjes. Meer dan genoeg, zou ik zeggen. Maar dat hoeft u er niet van te willen houden, een en ander aan uw eigen ervaring te toetsen. Vertelt u maar wat er aan de hand is. Ik ben een beetje bang dat ik me niet erg aardig tegenover Mr. Cox gedragen heb. Ik heb hem domweg in de steek gelaten. Daar hoeft u echt niet over in te zitten. Beschouwt u dat maar als een soort herstelbetaling tegen een aantal van uw seksgenoten. We waren gisteren samen in een speelzaal in Hillingen. Erg gezellig. Oh, Paul Cox is een ideale partner om mee samen te spelen. Bijzonder amusant wanneer hij wint. En daarbij de enige man die ook nog glimlacht wanneer hij verliest. Zo, zo. Ja, maar er kwam iets tussen. Iemand wilde Paul spreken. Een klein, miserig mannetje. Terwijl zij samen zaten te praten, werd ik weggeroepen. Ik had niet eens de tijd om hem goede dag te zeggen. Och, daar komt u ooit wel overheen. Oh ja, dat geloof ik ook wel. Maar daarvoor had ik nog een tijdje met zijn fiches door zitten spelen. Ik heb gewonnen en dan is het toch niet meer dan billijk dat ik hem de winst teruggeef, vindt u niet? Och. Ik wil u in ieder geval graag zijn adres geven. Daar heb ik niet veel aan. Hij zit namelijk achter slot en grendel. Wat? Maak u nou alsjeblieft geen grapjes. Oh, wist u dat dan niet? De politie heeft hem gearresteerd. Waarom? Ja, daar ben ik ook nog steeds niet achter kunnen komen. En dat wil wat zeggen, want ik kom altijd overal achter. Ik kan me toch niet voorstellen dat Cox iets gemeens gedaan heeft. Daarvoor heeft hij veel te eerlijke ogen. En nou ja, dat zult u zelf ook wel weten. Nou ja. En nou wilt u zeker dat ik Paul uit de penarie ga halen, hè? Ik wil alleen maar dat u hem zijn winst teruggeeft. Alsjeblieft. 56 pond, 11 shilling. Wilt u het voor me doen? U wordt beslist bij hem toegelaten. En hoe was uw naam ook weer? Doet u maar de hartelijke groeten van me. En zeg dat ik vandaag Helma heet. Ach, vandaag heet u Helma. Heet u gisteren dan misschien anders? Inderdaad. Tot kijk, meneer Richardson. De nacht vergastte mij op een eindeloze reeks van nachtmerries. Ik droomde van handboeien, versierd met de prachtigste smeedijzeren krulletjes, van beulen die met donderend stemgeluid mijn naam door het donker lieten schallen, van levensgrote vuurwapens die in invalide wagentjes langs elkaar reden en op de maat van de Marseillaise een aantal salvo's afvuurden. Ieder kwartier schrok ik wakker, om vervolgens weer in een andere angstaanjagende droom weg te zinken. Toen ik 's morgens opstond, was ik volkomen geradbraakt. De koffie smaakte naar levertraan en het brood naar pruimtebak. Ik was ten volle bereid de wereld te aanvaarden als een vat vol gruwelen. Geen wonder dat ik een doodschrik kreeg toen mijn Cerberus mij een heerlijk bericht kwam brengen. Ziezo, nou maar gauw netjes uw dasje aandoen, jasje aan en vlucht naar buiten. Heerlijk de frisse lucht in. Word ik vrijgelaten? Kom, 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 kom. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nee. Inspecteur Kater gaat een uitstapje met u maken. Ach. Naar Hillingen. Meer hoefde ik u niet te vertellen. Dan wist u het wel. Ja, inspecteur, hier is het. Deze villa. Weet je dat zeker? 100%. Hier is die speelclub. Ik herinner het me nog precies, hè. Dat roestige hek, het grindpad, die afschuwelijke smakeloze gevel. Mooi, kom dan maar mee.
Ik maak je rechten voor alle zekerheid op attentenbrigger die Collins gewapend is. Doe dus geen domme dingen. Collins zou nog geen vliegkwaad kunnen doen. Laat staan een goede oude vriend. Oh, best wel. Ik wacht alleen maar op een gunstige gelegenheid. Hij mag me niet. Wat zeg je me daarvan? Die villa maakt anders een nogal verlaten indruk. Alle luiken dicht, geen mens te zien. Wij hadden gisteravond moeten gaan, inspecteur. Overdag is er natuurlijk niemand. Hé, daar. Wat moet dat? Oh, daar is iemand. Ja? Wat moet dat daar? Is hier verboden toegang? Wij wilden de villa even bekijken. Oh, dat is wat anders. Mooie kast, vindt u niet? Jarenlang in het bezit van een en dezelfde familie geweest. Op het ogenblik wordt hij natuurlijk niet meer bewoond. De prijs ligt niet gek, geloof ik. U had hem ook van binnen willen zien, natuurlijk. Ja, dat was wel ons plan, ja. Nou, dan zal ik even Mr. Twickery fluiten. Die is de eigenaar. Ja, hij is achter in de moestuin, bezig met de radijsjes. Dat is een hobby van hem. Huh? Ja, ik heb namelijk geen sleutels. Ik ben hier alleen maar de tuinman. Ja, wat is er, Mels? Hier zijn een paar lui die de villa willen zien. Goed, ik kom. Is dat Mr. Twigger, hè? Die daar aankomt, ja. Gek. Ik heb het gevoel dat ik hem ergens van ken. Nou, dat kan best. De erfer is van de groothertogin, zijn laatste rit. In het dal der bezetenen, weet u wel? Ik vrees van niet. Dat waren zijn laatste films. Hij is namelijk filmacteur. Nou, niet direct hoofdrollen, weet u, maar hij is toch erg bekend. Verdient veel. En nou heeft hij die villa ook nog erf. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. U wilde de villa zien, hoor ik. Als dat gaat, tenminste. Natuurlijk, alles gaat. Die komt zeker uit naam van Mr. Malone, neem ik aan. Wie? Bedoelt de Christopher Malone? Ja, de hotelkoning. Even vanochtend opgebeld en gezegd dat hij zich voor dit huis interesseert. Nee, wij komen niet namens Mr. Malone. Oh, dat is te beter. Dat maakt geen enkel verschil meer. Mag ik even voorgaan? Ja. Ja, moet natuurlijk een en ander worden opgeknapt, maar over het algemeen gesproken is de hele villa in uitstekende staat. Het huis staat helemaal leeg. Ja, natuurlijk. Zoekt u dan iets gemeubileerd? Een ogenblik, Mr. Twickery, ja? Voordat er een misverstand ontstaat. Is deze villa te koop? Uiteraard. Daar bent u er zeker voor gekomen, neem ik aan. Hoe lang al? Sinds een half jaar. Voornamelijk omdat de verschillende gegadigden nog steeds niet met een van mij aannemelijk bod uit de bus gekomen zijn. En tijdens dat halve jaar, hebt u hier toen gewoond of had u het verhuurd? Nee, het heeft al die tijd leeg gestaan. Hoezo? Nou, Cox, wat zeg je nou? Mr. Twickery? Ja? Waar zijn de meubels die in deze kamer stonden? Meubels? Meubels, ja. Die heb ik op de veiling gegooid. Aha. Ja. En wanneer, als ik vragen mag? Direct na de dood van mijn oom, dat is een half jaar geleden. Dat is dan een bijzonder kort halfjaartje. Toen ik gisteravond in deze villa was, stonden die meubels er nog. Hier in deze kamer was de bar, hiernaast de speelzaal. Wat zegt u? Speelzaal? Dat zei ik, ja. Ja, wie bent u, mijn heren? Wat komt u eigenlijk doen? Wint u niet op, Mr. Twicker. Vertelt u ons liever de waarheid. Ik geloof dat wij langs elkaar heen praten. Wanneer u zich voor de villa interesseert, wil ik u graag ook de rest laten zien, maar anders moet ik u verzoeken om het huis te verlaten. Ja, het is goed, mijn grootmoeder Hermien placht altijd te zeggen, als je jokt, dan staat het met blauwe letters op je voorhoofd. U hebt allemaal blauwe letters op je voorhoofd. Ja, ik ben echt niet van plan om naar die onzin te luisteren. Wat komt u hier doen? Wie bent u? Ik ben inspecteur Carter van Scotland Yard. En dit is mijn assistent, brigadier Collins. Zo, en die meneer? Mijn naam volkomen is... Volkomen onbelangrijk. Ik ben bezig met het onderzoek in een moordzaak, Mr. Twickery. En daarbij heb ik uw verklaring nodig. Ik moet u rechter op wijzen dat u die verklaring eventueel voor de rechtbank onder ede zult moeten herhalen. Denkt u dus goed na voordat u mij antwoord geeft. Ja? Bevond zich gisteravond in dit pand een speelzaal? Ja, dit is pure waanzin. Gisteren niet en nooit niet. Dank u. Nou, Cox, jou hoef ik zeker niets meer te vragen, hè? Ik zweer u, inspecteur... Laat maar, je hoeft niet te zweren. U moet Mr. Twickery maar eens vragen op welke veiling hij die meubels heeft laten verkopen. Ja, Collins, schrijf dat maar even op. Wat heeft dat te betekenen? U twijfelt toch zeker niet aan hetgeen ik u gezegd heb? Puur een routine kwestie, Mr. Twickery. Wij zijn nu eenmaal verplicht alle ons ter beschikking staande gegevens te controleren. Hoe heet dat veilinglokaal, Mr. Twickery? Dat is veilinglokaal Rubenstein. Dat is hier in Baker Street. Dank u wel. Ziezo, hier zullen we het voorlopig bij laten. Goedemorgen. Tot ziens, Mr. Twickery. Ja, tot ziens. Mr. Twickery? Heavy. Ook ben jij het, Mills.
Ja, ze zijn gelukkig weer weg. Dat was goed gegaan. Ik weet het nog niet. Die inspecteur was bijzonder schappelijk, maar die Cox zou wel eens een lastig mannetje kunnen blijken te zijn. Was dat dan die Cox? Ja. Vertel me niet dat je die zelf niet herkend hebt. U hebt weer pech gehad, Mr. Cox. Dat veilinglokaal Rubinstein in Illingham bevestigt de verklaring van Mr. Twickere. De meubels zijn daar inderdaad geveild. Hebt u hun boeken ook gecontroleerd, Collins? Alles. Kasboek, journaal, de hele zattekraap. Er is geen twijfel mogelijk. De hele inventaris van die villa is een half jaar geleden daar geveild. Dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet. Cox, vind je het nou echt niet tijd worden om met dat domme spelletje op te houden? Ik moet toegeven, ik voel me inderdaad lelijk in de hoek gedreven. Nou dan, waarom zullen we elkaar dan nog langer moeilijk maken? Dat kost alleen maar tijd en onze zenuwen. Daar heeft u volkomen gelijk in, inspecteur. Maar toch vrees ik dat u uw zenuwen nog wat langer op de proef zult moeten stellen. Je blijft dus ontkennen? Ja. Tja, dan zit er voor mij niets anders op dan dat ik je laatste hoop ook nog de bodem insla. Collins, vraag of Mr. Stone wil binnenkomen. Jawel, inspecteur. Mr. Stone? Stone is een van onze ballistische deskundigen. Hij heeft het pistool dat we op jou hebben aangetroffen en een onderzoek onderworpen. Gaat u zitten, Mr. Stone. Dank u, inspecteur. Vertelt u eens, tot welke conclusie bent u gekomen? Het wapen dat u mij voor onderzoek ter hand hebt gesteld was een nieuwe Mauser-pistool. Kaliber 7,65. De projectielen die de dood van Miss Correll veroorzaakt hebben bleken eveneens afkomstig uit de nieuwe Mauser-pistool kaliber 7,65. Wel, Cox. Ik neem aan dat de firma Mauser meer dan één pistool van het kaliber 7,65 gemaakt heeft. Er bestaan op de hele wereld geen twee pistoollopen die volkomen aan elkaar gelijk zijn. Iedere loop van een vuurwapen trouwens bevat een aantal microscopisch kleine oneffenheden die op iedere afgevuurde kogel een aantal overeenkomstig microscopisch kleine groefjes veroorzaken. Aan de hand van deze groefjes kunnen wij met absolute zekerheid vaststellen of een bepaalde kogel uit een bepaald wapen is afgevuurd of niet. En wat is uw conclusie in het onderhavige geval, Mr. Stone? Middels vergelijkend microscopisch onderzoek van de projectielen die de dood van Miss Correll veroorzaakt hebben en een gelijk aantal projectielen die wij op onze proefbaan uit het ons ter hand gestelde pistool hebben afgevuurd, is ons onomstotelijk gebleken dat de dodelijke schoten zijn afgevuurd uit het op Mr. Cox gevonden wapen. Dank u zeer, Mr. Stone. Meer hoef ik niet te weten. Een ogenblikje, meneer de geleerde. Stel dat iemand beschikt over twee fonkelnieuwe pistolen van hetzelfde fabrikaat en kaliber. Zou het dan mogelijk wezen, voor mijn part met een heleboel moeite en tegen heel veel geld, die beide pistoollopen zo te bewerken dat de krasjes op de kogels een grote mate van overeenstemming krijgen? Tja, vooropgezet dat iemand daar al die moeite voor over heeft. Dat mag u in dit geval best wel vooropzetten, ja. Ja, dan zou dat, onder het nodige voorbehoud natuurlijk, theoretisch misschien, heel misschien wel mogelijk zijn, ja. Alsjeblieft, inspecteur. Wat probeer je me nou weer voor een kootje te stoven, Cox? Begrijpt u dat niet? Ik probeer u voorzichtig aan uw verstand te brengen dat u uw tijd verknoeit met mij steeds te verhoren. Zoekt u liever de moordenaar? Dat heb ik gedaan. Collins, nu kunnen we de stukken doorzenden naar de rechtercommissaris. Binnen. Neemt u me niet kwalijk, ik stoor toch niet? Richie! Mag ik binnenkomen? Wat verschaft ons het genoegen, Mr. Richardson? Ik hoorde dat u Cox gearresteerd had, inspecteur. Toen had ik rust nog duur. Ik moest en zou u even komen feliciteren. Van wie hebt u dat gehoord? Londen is een grote stad, inspecteur, maar zo groot nou toch ook weer niet. En de mensen kletsen geweldig. Wat heeft hij gedaan? Tafelzilver gestolen? Nee, een moord gepleegd. Alsjeblieft. Daarom vraag ik u nogmaals, Mr. Richardson, van wie heeft u dat gehoord? Dat is zeer belangrijk. Ik heb de pers namelijk nog niet ingelicht. Van een jonge dame. Bijzonder knap en kennelijk verliefd op Cox. Hij moet er hartelijke groeten van haar hebben en ik moest zeggen dat ze vandaag Helma heet. Vandaag? Ze heeft de gewoonte zich iedere dag een nieuwe naam aan te meten. Dat is ze, inspecteur. Dat is ze. Dat is dat meisje dat mij in die speelclub geïntroduceerd heeft. Begin je er nou weer over? In een speelclub die niet eens bestaat? Neemt u mij niet kwalijk, maar dat klopt niet met wat die jonge dame mij verteld heeft. Ze beweert dat ze gisteravond met Mr. Cox in een speelclub te Ellingham is geweest.
Heeft ze u dat verteld? U denkt toch niet dat ik dat uit mijn duim zag? Ze heeft overigens nog eventjes met jouw fiches verder gespeeld en gewonnen. 56 pond en 11 shilling. Haar opdracht aan mij luidde jou die winst te overhandigen. Alsjeblieft. Dank je wel. Als je eens wist, Richie, hoe dankbaar ik je ben. Eindelijk een punt in mijn voordeel. U heeft, naar ik hoop, het adres van die jonge dame genoteerd? Nog haar adres, nog haar naam. Ze maakte helaas een enigszins schuwe indruk. Dat is dan weer een punt in ons voordeel. Maar desalniettemin het bewijs dat die jonge dame bestaat. Of dat je vriend Richardson een bijzonder ontlastende verklaring voor jou heeft afgelegd. U wilt toch zeker niet beweren... Ik beweer niets. Ik constateer alleen dat we geen enkel aanknopingspunt hebben omtrent de identiteit van die jonge dame. Zodat Mr. Cox ons als enige getuige en décharge een schim offreert. Zij reed in een citroengele Ferrari. Goed, voor mijn part de gemotoriseerde schim dan. Aangezien u mij kennelijk niet kunt volgen, zal ik mijn opmerking nogmaals op dicteersnelheid herhalen. Een citroengele Ferrari is hier in Londen een buitengewoon zeldzame verschijning. Scotland Yard zou dus eigenlijk in staat moeten zijn. Een gele Ferrari, zei u toch? Die brigadier Collins, toch, die hoort ook alles. Ja, dat zei ik. Inspecteur, we hebben gisteren toch dat bulletin van de verkeerspolitie gehad. Een ogenblikje. Ja? Hier, brigadier Collins, van de afdeling moordzaken. In jullie bulletin van gisteren stond toch iets over een gele Ferrari, is niet? Ach, dat komt mooi uit. Dat u die zaak zelf behandelt. Zou u dan zo vriendelijk willen zijn om even hier langs te komen? Ja, meteen graag. Tweede verdieping, kamer 22C. De kamer van inspecteur Carter. Ja, inspecteur, dat klopt. We hebben inderdaad een gele Ferrari gevonden. Wij, dat wil zeggen de verkeersbrigade van Richmond. Gevonden? Het voertuig was bij een ongeval betrokken. Had met grote snelheid een motorrijder aangereden en is vervolgens tegen een boom gebotst. Wanneer was dat? Ja, het juiste tijdstip hebben we helaas nog niet kunnen vaststellen. Maar het is in ieder geval gebeurd in de nacht van eergisteren op gisteren. Dezelfde nacht van de moord dus? Ga verder. Een passerend automobilist heeft het ongeval enkele minuten voor twee ontdekt en de politie op de hoogte gesteld. Het precieze tijdstip van het ongeval staat nog niet vast. Maar we gaan echter uit van de veronderstelling dat het tussen 1 en 2 uur geweest moet zijn. De motorrijder heeft nog geen duidelijke verklaring kunnen afleggen. Hij is namelijk nogal ernstig gewond. En de bestuurder van de Ferrari? Is er blijkbaar heel hard van afgekomen. Hij is in ieder geval spoorloos verdwenen. Heeft die motorrijder hem niet gezien? Heeft hij misschien kunnen zien of het een man of een vrouw was? Nee, hij was praktisch direct bewusteloos. En waar is dat ongeluk gebeurd? Een eindje buiten Londen, op de autoweg naar Illingham. Maar ik heb nog wel wat meegebracht dat u misschien zal interesseren, inspecteur. Dit lag in het dashboardkastje van de wagen. Alle duivels nog aan toe. Een Mauser-pistool, kaliber 7,65. Ja, en er ontbreken 3 patronen uit het magazijn. De storm breekt los was het derde deel van de hoorspelserie. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Geschreven door... Rol van Alexandra Becker, vertaald door Alfred Pleiten. De rolverdeling was als volgt. Paul Cox, Luc Lutz. Het meisje, Corrie van der Linden. Inspecteur Carter, Huip Orizant. Brigadier Collins, Willy Ruys. Thomas Richardson, Paul van der Lek. Arthur Heller, Frans Somers. Mr. Twickery, Jan Borkes. Mills, Jos van Turenhout. Een agent, Hans Karsenbarg. Stone, Gerard Doting en Curly Hans Vierman. De regie had Dick van Putten.